zijn vandaag bij het Kika Festival. En we zitten aan tafel met John van Rijnland. Of is het Dolf Paalman? Hoe zit het? Het is het laatste. Is het laatste? En een beetje het eerste. Waarom? Ik was een jaar of 14, 15 ben ik begonnen met een drive-in show. Samen met nog twee jongens. En toen hadden we de naam Rijnland Drive-in Show. Mm. Nou, op een gegeven moment houdt dat een keer op. En mijn huidige vrouw zei, joh, want die voelde wel het bloed kriebelen een beetje. Ze zei, waarom doe je niks meer in de muziek? Waarom ga je niet meer wat doen? Dus ik ben weer een drive-in show begonnen en ik heb die oude naam erop gepakt. Maar ja, Dolf van Rijnland vond ik niet klinken. Nee. En mijn eerste naam is Johan. En dat heb ik verbasterd naar John en vandaar John van Rijnland. Maar ze kennen mij als John van Rijnland en ze kennen mij als Dolf van Rijnland. Dus, en dan begrijp ik de mensen ook, want ja, ik ken je altijd, maar geen begrijp dat niet. Ja. Ja, ook de boeken als presentator, waar heb je zo al gestaan als presentator? Nou, uiteraard op, tussen aanhalingstekens, mijn eigen festival. Het open podium in Graven, samen met Nelly van Kruis, sta ik elk jaar. Ja, waar ze mij in principe maar vragen en dan heb ik het niet eens over geld, want ik ben nog niet eens zozeer over geld, voor mij is gewoon de gezelligheid, de leukigheid, ja, contacten met mensen. Mooi. En als ik het klusje leuk vind, dan doe ik dat. Dus ja, ik ben gelukkig in de omstandigheid. Ik praat wel gemakkelijk. Ja. En ik kan overal terecht en overal uit de voeten. Nou, we hebben je al een beetje leren kennen. Maar Kika Festival, vijfde jaar nou. Ja. Als je terugkijkt, hoe is het begonnen? Het is begonnen 6 jaar geleden. In Den Haag werden we gevraagd. En daar zat Leo van der Meijden, Leon Montana, die al vandaag hier het geluid doet, Leo van der Meijden. Ik werd gevraagd voor het geluid. En ja, ik heb wel zoiets van, nou, als ik iets leuk vind en het mag niks kosten, denk ik van, nou, vooruit, doe maar een keer. Dus dat mijn geluid stond aan. Shanna was er, Robbie Masters was daar. En de opkomst was 0,0. En de opbrengst was nog veel minder. Ja, ik heb na afloop de organisator ook niet meer teruggezien. Dus dat stond ons niet aan. De artiesten onder elkaar, prima. Maar de doelstelling ging geheel verloren. Dus toen zei ik tegen Leo, zei Leo, verdorie, ik zei, dan kunnen we toch samen veel beter doen. Ja. Nou, zei Leo, dan gaan we het toch oppakken. Dus met de steun van Leo ben ik begonnen met artiesten benaderen. En dan, het eerste jaar is dat allemaal moeilijk, want ja, niemand kende de oorlog. Ja, tjoh, wie is dat? Kika, ja, het zal wel. En dat was in Leersum. Achteraf waren er heel veel mensen die niet eens wisten wat lag. Nee. Nou, daar leer je van. Dus je gaat zeggen, we gaan een plek zoeken wat bekender is, maar wat lekker. En hier konden we een zaal krijgen, dan konden we daar een zaal krijgen. Dus, en van lieverlee is dat ook door ervaring, is dat gewoon een beetje redelijk groot gevoel. Ja, want als ik doorgaans kijk in die 5 jaar heb je verschillende locaties gehad. Ja. We begonnen in Leersum. Het tweede jaar was in, dat was hier volgens mij. En we zijn in Ede geweest en in Amersfoort. Ja, en Haarskamp. Ja, Ede, Epe is dat? Nee, dat is Haarskamp, bij de molen was er voor. Ja, de Haarskamp was er, ja, oké. Okay. Dus Leersum is het begonnen, toen hier, toen de Haarskamp, toen Amersfoort, toen de Haarskamp. En nou zitten we weer hier. Is het dan niet erg makkelijk om één locatie aan te houden? Dat is dan, denk ik, herkenbaarder voor de mensen, ja, is. Dat is ook weer zo'n leerproces, ja. Daar hebben we ook van geleerd. Vandaar dus dat we nu hier weer zitten. Dat is het tweede jaar dat we hier zaten, of het eerste jaar dat we hier zaten dan. Is dat gewoon goed bevallen, het is allemaal qua organisatie helemaal makkelijk. En, oh, kom je weer met Kika Festival? Ja, is goed hoor, klaar geregeld en we komen er wel uit. Dus dat is qua organisatie heel makkelijk. En vandaar dus dat we dit jaar hier weer zitten, jubileumjaar, vond ik ook dat ik hier moest zitten. En volgend jaar, want ik zou ermee stoppen dit jaar. Ja, dat was een volgende vraag. Ja, dat is, ik zat een beetje zonder breuk, kon ik dat maar net lezen. Ik wou ermee stoppen, maar ja, dan krijg je van buitenaf, joh, je gaat het toch niet meer stoppen, ga dan lekker door. Ik zeg, ja, nee jongens, ik word ook wat ouder, ik zeg, ik vind het allemaal prima, zo 5 jaar geweest. Men zegt wel eens, op het hoogtepunt moet je stoppen. Nou, dat vond ik ook, maar ja, goed, dan word ik gebeld door Louis Smeets van de Aces Again. Wanneer spelen wij een keer op jouw festival? Ja, en ik denk, als je de Aces Again kan krijgen, dan kan je niet zeggen van, nou, ik doe het niet meer. Ja. Dus ik heb maar besloten, mijn vrouw was er minder gelukkig mee, maar dat los ik thuis weer op. Volgend jaar doen we het weer. Weer hier. En dat is op 9 juni als ik me niet vergis. Oké. Okay. En dan heb ik wel een mix gemaakt. Ik heb een mix gemaakt van country met Mississippi. Aces Again van de rock'n'roll. En daartussendoor heb ik een band uit Leeuwarden. Die moeten nog toezeggen. Dat zijn de Chairwinders. En die spelen indoor rock, country. Dus een beetje wat hier vanmiddag cozy speelde. Ja. Dus dan heb ik een beetje een overgang. Een mix tussen 2-3 stijlen muziek.
En ik hoop dat ik daardoor meer mensen kan trekken. Okay. En dat dat dan ook weer meer geld op, oplevert en genereert. Ja. Als je nou terugkijkt naar 5 jaar terug, wie hebben hier dan zoal gestaan dan als artiestenpakketje? Oh, ik heb hier gehad Pinchito Scaliente onder andere. Sandra Mooi heb ik gehad. Nou, mag haast maar zeggen, Pieter Log is vaste klant. Wie hebben we nog meer? Weet jij dat allemaal nog? Ik heb dat postje van me, als ik het geweten had dat je die vraag had gesteld, dan had ik het even... Ja, maar dat is het mooie van een interview, dat spontaan blijft. Nou, hij weer voor, die zweet, die komen weer voor het tweede jaar. Ja. Wie hebben we nog meer gehad dan? Ja, dat is van dit jaar. Man. Dingen, hoe heet het nou zo gauw? Smokey McCoy. Die zijn er voor de tweede keer hier. Hoe heet het nou zo gauw? Connie Lee heb ik gehad. Dus eigenlijk, ik weet het, ik kan het zo gauw niet zo gauw even naar boven halen. Nee. Maar als je nou zegt, ik ga artiesten kiezen, doe je dat, hoe doe je dat? Meld de artiesten zijn eigen aan of zeg je wel, of bel jij op van, wil je ons optreden? Ja, of ga je op je gehoor af? Ik probeer altijd om elk jaar een beetje een ander programma te krijgen. Hmm. De een zegt van, ja, is goed, we komen, en ander zegt, ja, sorry, die dame kan ik niet. En dan moet je gaan schuiven, nou, wie wel, wie kan wel, wie kan niet. Dus van, ja, ik ben al dit jaar weer teruggevallen op Pieter Log en Wil Klaassen. Nou, dat zijn twee gasten die ken ik al jaren. Als ik die vraag zeg, ja, kom hoor. De band Cozy, hetzelfde verhaal, die kom ik ook voor het tweede of derde jaar hier. En voor dit jaar heb ik dan Indian Summer. Want ik zou eerst Mississippi hebben, maar die waren verhinderd. Okay. Dus ja, dan ga ik een andere band benaderen en dan ga ik zoeken en ga ik spitten. En wie het eerste jaar zegt, dat is noteren, klaar en afspreken. Oké. Kika, je doet het denk ik niet alleen. Wie is het? Nee, ik doe het zeker niet alleen, gelukkig niet. Wie helpt allemaal mee? Dat is in eerste instantie, ik heb vanmiddag een aankondiging ook al gezet, Rita Bouma, die woont hier in het dorp. Hmm. Dat is een beetje mijn contactpersoon. Ik zeg wel eens uit de gekkigheid mijn secretaresse en mijn spreekbuis, want die regelt de organisatorische zaken, omdat ik hier ook niet vlakbij woon. Met de beheerder van het dorpshuis, met het bestuur van het dorpshuis. Je organiseert de floating hier samen met de Line Dance Club. Ja, het is gewoon te veel om op te noemen wat zij allemaal regelt. De aardigheidjes voor na afloop van een optreden. Eigenlijk van alles. En ik doe meer de connecties tussen de muzikanten en de bevestigingen maken en de afspraken van nou, zo en zo en zo. Mm. En voor de rest heb ik Leon Montana, die doet dan voor mij het geluid. Buiten dat het een goede zanger is, is het ook een hele goede geluidsman. En nou, je hebt het gehoord, het klinkt perfect vanmiddag. En ik heb wat dat betreft alleen maar complimenten gehoord. Nee, ik heb gewoon een lekker, wat dat betreft doe het met z'n drieën, vier. Mijn vrouw die steunt mij ook natuurlijk wel een beetje. Mm. En dat ben je ook nodig, want als je zegt thuis, we hebben bij me bezig een gekke nok. Ja, ja, dat inspireert ook niet. Nee, erop. Dus, maar ik heb gewoon met die twee mensen en met z'n drieën gewoon een leuke club. En dat loopt al 5 jaar perfect. Ja, dat is mooi. Als je naar de mensen woord wil richten, waarom naar Kika Festival komen volgend jaar? Geef eens een paar mooie woorden. Ja, dat zal ik je gauw vertellen. Toen ik het eerste jaar gevraagd werd in Den Haag, was dat om het geluid te doen voor dat Kika Festival, wat daar toen georganiseerd werd. Toen Kika, ik wist niet eens wat over ging. Ik denk, maar dat zal wel. Mm. Op die avond hoorde ik dan over Kika, kinkerkankerbestrijding. En toen kreeg ik thuis eens een filmpje en op tv wat dingen gezien. Als ik dan die kindertjes zie liggen met die kale kopjes ten dode opgeschreven zijn. Mm. Ja, toen brak het bij mij wat. Ik denk, ja, als ik wat genoemd heb, je hebt zoveel stichtingen, stichtingen. Als je dan toch moet kiezen, ik heb van mezelf geen kinderen. Ik ben wel gek met kinderen, gelukkig maar. En als ik dat dan zie, ja, dan breekt mijn hart en dan denk ik, huppakee, dat moet ik gaan doen. En vandaar dus bewust gekozen voor de Stichting Kika. Oké, nou, ik bedank je voor het gesprek en voor de uitleg. Graag gedaan. Oké. Dit interview werd afgenomen door Hans Boelens, hoofdredacteur Stichting Bullet Country Online.